Het is vandaag 4 mei, de dag waarop we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van conflicten en vredesmissies daarna herdenken. Burgers en militairen. Vandaag leggen we bloemen bij alle herdenkingsmonumenten in onze gemeente, ter nagedachtenis aan hen en de strijd die zij geleverd hebben voor onze vrijheid. En net als vorig jaar herdenken we op gepaste wijze, de coronamaatregelen in acht nemend. Maar net als toen blijven we in gedachten verbonden bij de slachtoffers. Of, zoals Remco Kampert in zijn gedicht getiteld Iemand stelt een vraag schreef: verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Het verhaal over Jacques de Weert kunt u vinden op onze website www.zundert.nl. Ik kan het u van harte aanbevelen om daar een kijkje op te nemen en kennis te nemen van zijn verhaal. Dank u wel. Elk jaar herdenken we samen op 4 mei en staan we 2 minuten stil. We eren en herdenken de slachtoffers, de 6 miljoen doden uit de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogen en vredesmissies daarna. Joke Beldenbos wordt vanuit school naar huis gestuurd op 10 mei 1945, omdat het oorlog is. Terwijl ze nog buiten loopt, komen de eerste vliegtuigen over. Een Franse soldaat bedenkt zich geen moment en beschermt het meisje. Dames en heren, welkom bij deze bijzondere herdenking. Zonder publiek, klein gezelschap, maar desalniettemin niet minder belangrijk. Het zal niet lang meer duren voor de laatste mannen en vrouwen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt zijn overleden. Maar daarmee houdt gedenken niet op. Er is een tweede en derde generatie die afstamt van zij die het wel hebben meegemaakt. En vaak blijven die de oorlog ook nog meedragen in hun dagelijks leven. Er zijn ook de nabestaanden van de mannen en vrouwen die vielen bij een van de vele vredesmissies en oorlogssituaties waarbij Nederland sinds 1945 betrokken was. Oorlog en vrijheid leven wat dat betreft nog steeds in het dagelijks leven van zoveel meer mensen dan we wel eens denken. Wat goed om hier samen te zijn. Stel je eens voor dat je een brandend papiertje in een diepe put gooit. Eerst zal het papiertje langzaam naar beneden dwarrelen. En bij het vallen zal het de wand en de put verlichten. Zo valt het papiertje steeds dieper tot je nog maar een kleine ster in een donkere diepte ziet. Het wordt kleiner en kleiner, totdat je het niet meer ziet.